Jullie zijn helemaal hier naartoe gereden vanuit de... Oké. Ja, als je met de hoofd naar achter kan, ga ik in de neus. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hallo tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesar. Ik ben René. En dit is Jessie Silver. En wij hebben onze eigen designs binnengekregen. Die we op de shirt gaan doen, op mokken, op tassen. En telefoonhoesjes, schoppers, meer vergekheid, buttons. Van alles buttons. Ja. En wij hebben natuurlijk ook hem even zelf besteld. Jullie kunnen ze vinden via de link hieronder. En de designs zijn Jazzline. Ik vind het wel een hele toffe, toffe naam, hè? Toffe naam. En we zijn trots op de designs en hopelijk vinden jullie ze ook heel gaaf. We hadden al iemand die had een mok besteld. Dat is ook heel cool. Super tof, hè? Dus we gaan eens even kijken hoe ze eruit zien. Dun, dun. Trek je aan de andere kant? Dun, 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 dun. Ja, dat ziet er al veelbelovend uit. Oh, spannend dit. Kijk, dit is het shirtje. Kijk hem aan. Voor Jessie. Met opa Hans, hè? Even licht zo. Oh, jouw vader had een t-shirt. Hoe vet. Ja. Dat is gaaf. Gaan we die even jou aandoen zo? Even snel gewoon. Ik denk, laat mij maar rustig gaan slapen. Eigenlijk bedtijd. En ik heb natuurlijk een shirt besteld. Met Sergio. En dan kan dan hier een knoop in. Kijk dan joh. Hij is echt vet. Hij is echt vet. En die kwaliteit is echt goed. Is echt goed. Ja? Ja. En Sergio wilde heel graag met mij erop. Ik wilde gewoon een René Original. Zo. Ook vet. Hij is wel heel groot. We hebben iets te groot gekocht voor jou, denk ik. Een L. Ook heel tof. Ja. Dit is leuk. Ja, mooi man. Als ze gewoon allemaal zo eruit komen, dan zijn wij gewoon happy. Echt happy de peppy. Kwaliteit is gewoon goed. Is ook heel mooi. Ja, mooi gedaan, schat. Heb je echt leuk besteld. Even gemaakt. High five. Boom. Yay. Box. 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 Box voor de kijkertjes. We gaan hem even snel aandoen. Ja. Even kijken hoe het staat. Hey. 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 Ik ben hier gewoon happy. Hey. Zullen we kussen? Hey, Jessie. Je hebt opa Hans. Hey. Dat is gaaf. En eigenlijk, hij zit dus gewoon perfect. Ik heb een emmertje aan. En die van Sarah, die valt toch niet zo heel groot. Ja, of Sergio is gewoon een heel erg aankomen. Dat kan ook, maar... Elletje is gewoon prima. Ja, helemaal goed. Film je mij eens, want het is voor mij wat moeilijker te... Gewoon speels. Ja, het is gewoon vet. Ja. Happy! Ja, nou, wil jij ook van die te gekke merchandise van ons? Ga naar onze webshop. Hij staat ook in de link hieronder. Hij staat overal. Ook in de banner? Kan je klikken? Ja, in de banner inderdaad. Heb je gewoon een directe link. Ja. We hebben tanktops, we hebben shirtjes, rompers, hoodies, lange mokken, mouwen, muismatten. Muismatjes, van alles. Dus ga snel even kijken. Ja. En als je er één gekocht hebt, laat het ons natuurlijk even weten en show het aan ons. En had jij nog andere designs die je ging maken? Ja, ik ben nog steeds bezig met designs ondertussen. Maar we hebben ook veel andere spannends waar we mee bezig zijn. Dus we zijn nog eventjes van alles, allemaal dingen tegelijkertijd aan het doen. We are running over with things. Ja, en blijf de site gewoon in de gaten houden van onze webshop. Want er komen elke keer nieuwe designs bij.
Wij gaan erin nou, in bed slaap lekker. Lekker. Vond je dit een leuke vlog? Of jullie zijn helemaal hier naartoe gereden vanuit de... Oké. Okay. Ja, als je met de hoofd naar achter kan, ga ik in de neus. Probeer te ontspannen. Sorry, kan je meer naar achter? Sorry. Holy moly. Sorry. Nou, Jess. Ja, je hebt een leuke baan. Ja, mensen pijn doen, hè? Zo. Ja, wat vind je ervan, Jess? Het is inderdaad gewoon even door aan, mijn schat. Ja. Oké. Binnenkort weer. Ja? Nou, is in de mond. Kijk, wat doe je nou met mijn papa? Ja. Ga ik in de neus? Klaar. Dankjewel. Oh. Niet fijn. Nee. In je mond. Even in je mond. Oh. Goed zo. Goed. Dan gaan we nog even in je neus. Dat ga je niet zo leuk vinden. Kijk eens. Goed zo. We gaan zo, Aisha. Zo, we zijn lekker thuis. We hebben de neus- en keelswap hebben we overleefd. Ja. Hè? Het was maar wat, hè? Ik voel hem nog steeds hier. Ja? Oh nee, ik al lang niet meer. Ja, net met het beetje op... ik zeg, kooksnuiven. Ik krijg je juist een loopneus van, man. Ja, je neus geeft natuurlijk een bepaalde reactie. Ja, en, ze was wel heel lief. Ze was heel aardig, heel lieve meid. En ze stond helemaal in... Oh ja, dat heb je natuurlijk gezien. Nee, ik heb haar expres niet gefilmd. Nee, ik ook niet. Maar ze was helemaal ingepakt. Ja. In die warme kate. Ik zeg wel blijven drinken, hè. Ja, maar dan moet ik daar naar binnen, naar dat hotel. Dan moet alles uit en dit en dat. Ja, maar ja. Nee, ik zei, je kunt toch wel plassen? Toen zei ze, ja, dan moet ik helemaal daarheen. En toen zei je van, ja, maar je moet wel blijven drinken. Ja. Ja, ja, dat ga ik wel even doen nu. Dat was niet normaal. Super druk ook. En ze stond helemaal in de uppie. Nou goed, het is allemaal goed gekomen uiteindelijk. En, want ik was ook nog de paspoorten vergeten. Oh, dat is stress. Oh, en gelukkig hadden we ze op de telefoon staan en dat was oké. Okay. Jeetje mina, want het was zo knijterdruk om nog terug te gaan. Omdat iedereen naar Kijkduin ging. Dus, ja, er was daar ook een iemand met pech. Er stond één rijbaan afgesloten. Oh. Voorbij de Hoornbak. Oh, dat zag ik nog niet eens. Ja. Dus, nou ja, goed. Dus we zijn teruggegaan en zijn ouders die waren lekker op Kijkduin. Die zijn nog steeds op Kijkduin. Die zijn nog steeds op Kijkduin, dus die zijn we gaan vergezellen. 9 uur, die zullen daar nog steeds lekker zitten. Denk het ook. Ja, Rolf heeft vakantie natuurlijk, dus die nemen het even lekker van. Ja, heerlijk. Dus en ze hebben wederom erover gehad om wellicht in Den Haag te komen wonen, ooit. Ze zegt het wel elke keer, zegt hè? Het elke zou ze keer. Het ooit gaan doen? Ik weet het niet. Zou ze het doen? Ik weet het ook niet. Oh, sorry. Ik zit heel ongegeneerd in mijn oor te jeuken. Nou ja, ik denk wel dat als wij een logeerkamer hebben, zeg maar, dat ze hier wel regelmatig zal zitten. En die hebben wij. En die hebben wij dadelijk. Maar meer dan één. Ja. Dus ja. In ieder geval zitten we nu op de bank en ja, we zijn heel ongezond aan het eten nou de laatste tijd. Maar ja, laten we maar zeggen dat de vakantie alvast begonnen is. Ja. Pizzetje erin, jij moet morgen nog werken. En dan gaan we de honden wegbrengen. En de allerlaatste dingetjes pakken en doen en we hopen dat we een hele het berg was die we moeten opvouwen. Ja. En we gaan nog even een boodschapje doen voor de reis. Voor de reis. Wat lekkere dingetjes, broodjes ga ik maken, zorgen dat Jessie genoeg heeft, even die dingetjes vullen voor melk eventueel te maken. Ja. Ja, hij krijgt normaal geen melk meer, maar we hopen dat hij daar misschien een beetje... En pakken we die maiswafels misschien meenemen? Bijvoorbeeld, rozijntjes, dat soort dingetjes. Want van eten wordt hij meestal wel stil en dan gaat hij wel even stilzitten. Nou, we gaan nog even genieten van deze rustige avond. En dan hopen we dat alles goed gaat komen. Dat de COVID-test
ook op tijd binnenkomt en dat het gewoon allemaal oké is. Want we zouden wel heel verbaasd zijn als het er een negatieve uitkomst bij zit. Ja, en hoe gaan we het eigenlijk doen op vakantie dan? Gaan we vloggen of hebben we eigenlijk nog niet echt een strategie voor bepaald? Nou, we nemen in ieder geval de camera mee. En ik denk dat we daar een lekker vlogje van gaan maken als we terugkomen. En misschien als de wifi een beetje oké is, dat we wel een keer even live gaan. Precies. Dus dat. Vind ik een goed plan. Oké. Goedemiddag, het is de dag voor vertrek. Hopelijk, fingers crossed. Nou. Want we hebben nog de uitslag niet van de COVID-test. En ja, dat brengt wat spanning met zich mee, want we moeten een immigratieformulier ook meenemen. En het bewijs dat we niet... Ziek zijn en dan moet je het formulier ook weer even uploaden. En we gaan morgen om 11:55 vliegen. Dus moeten we er om 10:00 zijn. Dus eigenlijk om 9:00 moeten we trekken. Maar het is maar een uurtje vliegen, dus dat scheelt. Ja, tuurlijk. Dan moeten we nog een uurtje rijden. Dus we gaan om 9:00 vertrekken. Dus we moeten voor die tijd, als we het binnenkrijgen... nou ga je zwaaien. Dan moeten we alles in ieder geval in orde hebben en uitgeprint en dus dat. Ja. Verder geen stress. Geen probleem. Hij is schat. Maar om de vakantie even leuk in te leiden en omdat wij dus een nieuw huisje gekocht hebben, je wordt wel een beetje zwaar aan die kant. Heb ik iets leuks gekocht voor René voor in huis, want ik weet dat zij dat heel mooi vindt. En je ziet me af en toe wegkijken, maar dat komt omdat ik afgeleid word door een vlieg. Die mag je dus open gaan maken. Dit is wel echt de allereerste keer dat ik geen enkel vermoeden heb van wat ik kan zijn. Nee. Ja, ik hoop dat je het mooi vindt. Ik hoop het wel, want jij zegt net dat je weet dat ik er van hou. Dus dadelijk zeg ik... Nee, nou. Maar dan doe ik gewoon pokerface. Oké? Okay? That can I mean not... frontstelling. Dan doe ik gewoon net alsof ik het heel leuk vind. Ah, precies. Fake it until you can throw it away. Hij heeft het wel... Hij heeft het wel professioneel ingepakt. Volgens mij is het iets van een L. Is het een L? Oh, vet. Kijk, die is gaaf, hè? Dat is mooi. Heel apart. Nice. Hoe kom je daar weer bij? Ja, die kom ik tegen. Dat is een gozer, die maakt dat helemaal zelf. Heel apart. Ja, stoer. Die past heel mooi bij die. Ja. Ik moet er niet te veel uilen, hè? Nee. Je moet niet overdrijven. Maar dit is wel vet. Dit is een mooie aanwinst voor ergens in het nieuwe huis. Ja. Nou, mooi. Dank je, papie. Geef wat water, alsjeblieft. Ja, sorry. Ik geef wat water drinken, want ik sta te verdampen. Op mijn plaats. Loop ik even hier. On the watch. Nou, dan kunnen we deze Neem jij een van deze twee even over? Kunnen we deze doos mooi weer gebruiken om onze eigen spulletjes in te doen. Want ik ben nu doos aan het verzamelen. We gaan even verder, want we moeten dadelijk de honden nog wegbrengen. Er gaat op ze gepast worden. Wat? Zo, 1, 2, 3, 4, alles ingepakt. Dan moeten we alleen nog wachten op de uitslagen van de COVID-testen en dan moeten we alles daarbij doen en uploaden. Zijn we er klaar voor? 11:30. We hebben de uitslag nog niet binnen van de tests. Nee. Ze hebben nog 2,5 uur. En voor deze hele leuke vakantie
hebben wij een samenwerking samen met Parfumado. Parfumado? En ze hebben een hele leuke reisflacon mogelijkheid. Dinges, voor je parfummetje. Om voor je parfum inderdaad. En ik heb nog eigenlijk geen idee hoe het eruit ziet. Ze hebben ons een heel leuk pakketje opgestuurd. Die gaan we even openmaken. Parfumado. Hi Sergio en René. Maar ja, ik ben de contactpersoon geweest. Wat leuk dat we gaan samenwerken. We wensen jou veel plezier met jouw parfum. Liefst team Parfumado. Superleuk. Is dit nog iets? Did you know about perfume layers? Nou, jij waarschijnlijk wel. Ja? Nee. Oh. Did you know about perfume layers? En dan staat hier top, hard, base. Dan staan daar de verschillende geuren bij, zeg maar, van citrus, flowers, wood, amber, musk en zo. En hoe lang dat dan blijft zitten, dus dat is wel grappig. Oké. Okay. Show me yours. Thank you. Oh, oh. It's just like a lipstick. Grappig. Nou, dat is leuk. Dat is super klein. Je draait hem zo open. Pop. En dan zou ik dat doen? Vind ik zonde. Doe je even een spuitje op je arm? Moet er even in komen. Zo. Ja, die is lekker zeg. Die heb ik al lang niet meer gehad. Ik ruik hem goed. Wat is dat, die Paco Rabanne zeker? Ik weet het niet. Nee, volgens mij is dit degene die je hier hebt. Nee, zeker niet. Nee? Oh. Nee, maar die heb ik van jou gehad en dat was er eentje die ik niet kende. Die is ook weer lekker, ja. Maar die was echt helemaal nieuw. Ik vind hem wel echt heel lekker. Dan heb ik niet snel dat ik echt denk van... Het is heel moeilijk om een... om een nieuw luchtje te vinden, want als je dan eenmaal een luchtje hebt, want er zijn zoveel luchtjes. Als je dan eenmaal een luchtje hebt, dan is het heel, dan blijf je daar vaak aan hangen. Dus ik heb er ook een paar, ik heb J'adore, ben ik altijd heel gek op. Ja. En Cacharel, maar dan is het weer één versie die dus eigenlijk bijna nergens meer te krijgen is. Wel nog op Amazon volgens mij, maar hij is volgens mij gewoon uit de collectie, dus dat is echt balen. Dus die gaat mee op reis. Ja, ik ben echt heel blij mee. En verder gaan we nu even nog naar de klok zitten staren of we nog die testen binnenkrijgen. Want in principe staat er, je hebt de volgende dag tussen 4 uur 's avonds en 12 uur 's nachts zou je de uitslag moeten krijgen. En nu zie ik dus overal ineens staan, ja, je immigratieformulier moet je 48 uur van tevoren uploaden en zo. Oké, nou, dat wisten we dus niet. Dus dat hebben we nu allemaal gedaan. Maar ja, je kan het niet uploaden als je de test nog niet hebt. Dus hoe moet het nou? Dus ik probeer het ook allemaal nog uit te printen en hopen dat het dan geen probleem is. Ik vind het maar een hele stressvolle situatie voor als je op vakantie gaat eigenlijk. Dus wel dat je dan de vakantie dubbel en dwars verdiend hebt, zeg maar. En... een ander soort voorpret dan normaal, dat is één wat zeker is. Ja, en dan zei ze ook nog van, want we hebben nog wel even gemaild. Zegt ze, ja, die van jullie is, wordt verwerkt, dus je zou hem tussen 4 en 12 moeten verwachten. Maar als die er niet is, dan gaan we er morgenochtend voor je aan de slag. Dat je denkt, ja, ik weet niet, maar we moeten om 3 uur al, om 9 uur al de deur uit. Dus hoe gaan we dan iets nog uploaden en uitprinten en whatever. Tegen dit soort stress kan ik niet, hè? Omdat je dan afhankelijk bent van een ander en je het dan niet, mogelijk niet op tijd krijgt. Nee. Maar goed, om even terug te komen op Parfumado.
Zij denkt van, ik wil ook zo'n handige Parfumado reiseditie. Voor in de auto of gewoon voor op reis. Of gewoon dat je denkt van, ik vind het sowieso handig. Als je nu naar Parfumado gaat, ontvang je met Parfum 2020D 30% korting. Kijk, dat willen we. Je kan ze ook niet hebben. Exact. En dan regelen we gewoon voor jullie. Dat doen we gewoon voor jou. Geen probleem. Geen probleem. Hey. Hey. We win, you win. Win, win. Hey. Want we houden ervan als je lekker ruikt. Ja, jij vooral, hè? Ja, ik. Jij bent wel van de geurtjes. Ja. Ik hou ervan. Push for happiness. Parfum. Grappig. Parfum is emotie, schat. Ja, nee, dat is zeker. Zeker. Parfum is emotie. Ik ben alleen... Dus neem je emotie mee op reis. Ik ben alleen aan het ontdooien. Mijn emotie komt weer terug. En die geniet ik gewoon weer van. Lekker. Ja. Nou, we hebben geïnstalleerd en al. Wij zijn kapot, maar Jesse helemaal. Hij heeft maar 45 minuten geslapen. En daarnaast is het Nederlandse tijd, hoe laat is het nu? Nou, rond 9:30 denk ik. Ja, hij heeft slapen denk ik wel. Ja, het is 6 uur vroeger hier, dus hij is ook nog ver boven zijn bedtime. Wat een lange vlucht. En hij was ook... ineens was het ook klaar. Hè? Het was ineens helemaal klaar. Het was geen makkelijke vlucht. Hij is gewoon heel snel verveeld en wil gewoon zijn vrijheid. Nu al. Maar we hebben het gered en we zijn aangekomen. We kregen gelijk een heerlijke coconut. Coconut, baby. Dus dat is een goed begin van deze vakantie. Goedemorgen. Het is hier nu 3:30 s'nachts. En Jesse werd wakker. Eigenlijk, oh, vroeg. Maar eigenlijk denken wij, zo, hij is eigenlijk best wel laat. Want dan is het 9:30 Nederlandse tijd. Daarna ging... Ik dacht dat het 6:00 zou zijn of zo. Hier. Ja, ik had het ook gehoopt. Maar ja, we hebben het gisteren nog kunnen rekken tot 6:00 hier ongeveer. Want hij was helemaal nookie natuurlijk bij aankomst. En toen is hij nog wakker geworden, toen we hem een beetje wakker gehouden. En tot 6:00 gerekt en normaal gaat hij rond de 7:30, 8:00 naar bed. Ja, nu kwam hij dus om 4:30 en hij schrok natuurlijk, want hij wist even niet meer waar hij was. En waar wij waren en zo. Ja, dus, ik denk wel dat ik, wat ik zei, dat we hem eigenlijk nog even wakker hadden moeten maken gisteravond. Ja, eigenlijk misschien wel, ja.
Maar wij zijn zelf ook heel vroeg gaan slapen. Niet heel vroeg, maar wel vroeg. Rond 7, 8 uur of zo. Ja, een badje. Ja, hopelijk kunnen we het vandaag allemaal wat verder rekken. Ja. En we hebben Jesse Silver dus even een flesje gegeven. Hij krijgt normaal helemaal geen flesjes meer. We hadden het voor de zekerheid even meegenomen om hem wat lomer te maken. Dat hij even hard moet werken. Dus wie weet dat het werkt. Hopelijk gaat hij zo meteen even een uurtje liggen. Ja. En dan... Oh ja, horen jullie die vogel? Dit doet hij dus al de hele tijd. Houdt gewoon niet op. Alsof hij geen adem hoeft te halen, dat hele beest. Ik dacht eerst, is het nou een of andere klok of zo? Ja, dat je of, zo'n, klik, of een rat, of een wiel of zo, of een molentje. Zoiets, omdat het zo ja, constant zo'n is. Valse. Ja. Ik heb geen dopjes bij me, hè? Nee. Ach ja. Ik kan nog wel door kunnen slapen, jij? Ja, ik zit ook wel een beetje zo van. Ik ben eigenlijk al heel erg wakker. Maar ik heb een beetje hoofdpijn. Ik heb die spanning van gisteren nog zo achter in mijn nek zo. Ja. Dat ik denk van, net wel, net niet. Ik heb toch een pilletje. Huh? Vakantie. Ja. Wel lekker een paracetamol. Ontspan. Nou, we gaan nog even kijken of wij kunnen ontspannen. En nog een beetje kunnen slapen. Ontspan. Zo, we zitten aan ons allereerste ontbijt. Zo'n honger? Honger. Scrambled egg. En dit is ons uitzicht. Maken. We gaan er even van genieten. Het beeld is weer beslagen. Het is gewoon te warm. Dag mama. Oh, was dat de receptie? Oké. Okay. Wat zeiden ze dan? Was het belangrijk bericht? Nee, oké. Okay. Hier heb ik ook veel aan. Dag mama. Oh. Oh. Dan kunnen ze jou niet horen, hè? Mama. Wie heb je aan de lijn? Kom mee. Oh ja, oh, ja. Leg maar neer. Dat is verkeerd verbonden. Oh. Oh. Hey. Hey. Kom mee. Oh. Hey. Wie is dat dan? Hey. 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 Hallo. Hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Zo. Piep. Hallo, 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 hallo. Zo. Nou, we zijn lekker op het strand geweest. Bij Mood. En Jesse Silver die doet nu even zijn middagslaapje. Hopelijk krijgen we hem zo weer een beetje in zijn ritme. We hebben volgens mij de kamer nog niet laten zien. Dit is ons kleine... Lekkere terrasje in de schaduw. Maar kijk, dit is ook fijn. Want we hebben ons eigen zwembadje. Nou, niet ons eigen zwembadje, maar wel onze eigen bedjes. Zo, aan het water. Zonder dat we dus echt weg hoeven van de kamer. En we hem gewoon kunnen horen. En dit is dus het zwembad. En die loopt als het goed is helemaal door. Lekker rem op. Heerlijk. Echt fantastisch. Zo rustig, zo relaxed. Ja. Volgens mij, ik weet niet, hebben we nou alles al gezien van het resort? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat het niet heel groot is. Nou ja, het gebeurt allemaal daar aan het strand. Ja. Dus het resort hebben we een beetje rondgelopen. Er zijn 3 van dit soort zwembaden. Ja.
Dat is allemaal zeewater trouwens. Ja, en alle huisjes, nou, die staan er allemaal omheen. Dat is hartstikke leuk. En dan de rest inderdaad loop je richting het strand. En daar heb je al die verschillende lunch, restaurants, ja. S'avonds feestjes. Ja. En zo, dat gebeurt allemaal voor. Dus, ja, dan moet je ook echt door een hekje heen om daarheen te komen. Precies. En in principe kunnen daar ook gewoon gasten van buitenaf naartoe komen. Maar wij hebben natuurlijk wel wat privileges en zo. Dus we gaan nu even chillen hier. Toch nog in de zon, maar wel dicht bij Jessie. Dat we dat gewoon goed in de gaten kunnen houden. Ja. Kijk, hoe vet. Hij heeft een mooie blauwe staart, hè? Hij rent van me weg. Maar deze, dit is onze huishagedis volgens mij. Of wat is het? Een hagedis toch? Nou, die krijgen we vast nog wat beter te pakken in deze tijd. Dat is een hele kleine. Ja, maar dat is wel een slagje groter. Even een lekker verfrissend plonsje. Komt de zeemermin aangezwommen. Maar je hebt een stem en je hebt benen, dus dan weet ik niet waar het... Maar ik ben Ariel. Wat voor deal jij gemaakt hebt met Ursula? Ik ben Bloem Ariel. Oh, oké. Okay. Nou een zee, hè? Ja, lekker hè? Ik heb dus net mijn benen geschoren. Idee. Ja, voel je het nu nog steeds zo? Ja, ik voel een beetje prikken. Oké, doei. Oké, later. Doe jij je eigen versie, Jessie? En ik ga hier gewoon naast liggen met mijn cookie. Terwijl papa hard aan het trainen is. Veel wat. Tuurlijk. Hey. Poepie. Letterlijk poepie. Zo, inmiddels lekker hier bij Cabana. Maar vandaag is het vrij rustig. Ja. Maar als we nou een beetje op stap willen, waar moeten we dan zijn? En wanneer? Ja, kijk, vandaag is maandag. Dus vandaag is lekker genieten bij Sopranos. En woensdagavond hier bij Cabana. Leuke avond gaat worden. Zeker. Woensdag hier? Ja, tuurlijk. Ja? Hier. DJ daar. Dat VIP kamp. Veel mensen. Leuke muziek. Ja? En deze woensdag hebben we San Blas in Dutch. San Blas? Ja, tuurlijk. Ik heb er veel over gehoord inderdaad, sinds dat we hier zijn. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ja. Ja. Dat kan je niet missen. Dat kan je niet missen. Proost. Yes, yes. Het zijn geen dolfijnen. Het zijn een stukje op de Mambo Boulevard.
Zo, wij zijn nu in de mood. In het restaurant van Mood. En voor Jessie hebben we even hele lekkere kipnuggets. En ik heb een carpaccio. Die ziet er goed uit. Mama. Als voorgerecht. En wat heb jij? Ho. Oh. Schatje. Wat heb jij? Ik heb een tataki. Oh ja, met tonijn. Ziet er goed uit. Het ruikt ook heel erg lekker, moet ik zeggen. Ben je de open rol van het doen? Mis je open rollen? Dan heb je het warm. We hebben lekker ribeye steak. Heerlijk. Dank je wel. En wat heb jij? Ik heb een red snapper. Wat is dat dan? Een stukje vis. Rode mul. Filet. Rode lul filet? Mul. Oh. Rode mul. Ik dacht een kreeft of een krab of zo. Van een snapper. Een red snapper. Zo. Dat dacht ik. Ja. Had gekund, hè. Hoe is jouw kipnugget? Is die ook lekker? Ja, die gaat er wel in, hè? Ja. Iets smakelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is lekker vroeg. Jessie besloot om 4 uur maar eventjes te komen met een volle luier. En om 5... Morgen. En om 5 uur met een volle luier. En om 5:30 dacht hij de dag is begonnen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, maar we sliepen ook al vet vroeg, hè, 9 uur of zo. Ja. Tot ik ook wel zoiets had van, nou, ik heb wel genoeg geslapen. Dus is het niet erg. Oh, we zijn er al. Ja, het is niet zo'n lang stukje. Nou, dan laat ik zo meteen het resort eventjes wat langer zien. Want we gaan nu lekker ontbijten bij Mood. Nee, Mood. Oh, dit is wel mooi om te zien. Geweest vandaag en nu gaan we eventjes, we gaan even wandelen toch, schat? Wel. Eventjes wandelen. Smoothie. Oh ja, die smoothies zijn lekker. We hebben eentje Awa Lamucci. Is een soort... Dat is nieuws, hè? Ja. Ja, oh ja, dat is waar. Ik ben geprikt. Yay! En dan krijg je gewoon een yay, what the fuck. Jessie is ook blij dat ik geprikt ben. We gaan natuurlijk even wandelen en daarvoor willen we natuurlijk wel lekker ruiken. Dus even nonchalant, weet je wel. Lekker. Oh, ik vind deze echt lekker, schat. Ik denk dat ik die ga kopen. Ik weet alleen niet meer welke erin zat. Dat is wel een beetje, dat is een beetje niet zo handig. Maar ja, die Awa Lamunchi was inderdaad een juice en geen smoothie. Maar dat is een soort citroen. Echt heel erg lekker.
En die juices, zeg maar, die pina colada, was ook heel erg lekker. En die gaan we nu eentje halen. We zijn inmiddels neergestreken bij het heerlijke Italiaanse restaurantje Pizza Mare. Pizza Mare. En wat hebben we besteld? Een lasagne en een stukje kip. En frietjes. En frietjes. Lekker toch? Jess heeft een beetje zonneuitslag. Rustig. Even boksen naar de kijkertjes. Nee. Geen paparazzi. Nee. Auw. 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 Prendi la cava. Goedemorgen. Oh, ik ga er al. Dat gaat niet. Kom je kijken? Slof, slof. Schat. Hij wordt koning in zak lopen. Nou, we gaan zo meteen uithalen, maar het regent heel hard. En onze handdoeken liggen nog daar. Oh, fuck. Die zijn nu zeiknat. Dat is best wel vervelend. Dat is niet slim. Nee, dat is niet zo slim. Heb je zonnebrand voor mama gepakt? Oh. Dus ik geef even de camera aan jou. Ja, geef maar even rennen. Ik word nog steeds knetterwarm, te warm, hè? Ja, het is wel warm, ja. De lens beslaat telkens. Oh ja? Door de warmte. Gaat hij weer? Kom hier met je slaapzakje, schatje. Kom. Is wordt je slaapzakje nat. Vogel. Goedemorgen. Wij zitten in de auto, ja, dat heb je goed gezien. Ik ging even het geluid uit. Of anders kan ik even kwijt. We zitten in de auto, een auto gehuurd en we zijn nu onderweg naar Willemstad.